sta hier met Johan Kraaibrink, internationaal grootmeester en veelvuldig deelnemer en winnaar van Nijmegen Open. Er zijn nu 4 rondes gespeeld. Hoe gaat het met je toernooi? Oh, ben ik wel aardig tevreden. Ik had gisteren een zware partij tegen Adema, remise. Had ook mis kunnen gaan, dus dat, misschien had ik ook kunnen winnen. Maar ik heb net gewonnen van Michel Stemfer. En wat wel grappig was, ja, niet voor hem, maar wel wat voor mij, dat Michel en ik hadden erover dat hij heel veel sterker is geworden de afgelopen tijd. Dat is zichtbaar in alles. Maar dat hij deze partij tegen mij dat niet echt liet zien. Hij voelde zich niet helemaal op het gemak in het systeem. Hij laveerde niet zo handig. Hij gebruikte relatief veel tijd. Hij kwam helemaal niet uit en gaf stijlvol op in een bord met stukken. Dus ik zei, de volgende keer kan de partij tussen ons alleen maar beter worden, Michel. Toen zei ja, dat kan ook niet slechter. Dus hij is natuurlijk zwaar aangeslagen, logischerwijs. Dus ik, 1 verliespunt, dus ik doe aardig mee. Dus ik kan daarmee verder. Oké. In de zaal is ook de match tussen Jan Groenendijk en Gunther Svalmer. Dus ik heb je verschillende keren aandachtig zien kijken. Wat is je indruk van die match? Nou, ik zou willen beginnen met een van de deelnemers te citeren, namelijk Alfons Otting. Alfons Otting zei, wat is het toch prachtig dat we zoveel jonge, zeer sterke Nederlandse spelers hebben. Ik vond het wel prachtig dat Alfons dat zei, want Alfons is zeer bezig met zijn eigen spel, zijn eigen ideeën, zijn eigen opening en wat niet al. En ik dacht dat vaak Alfons de rest wat gestolen kon worden of dat hij er helemaal geen oog voor heeft. Maar ook Alfons heeft gezien dat wij prachtig veel jonge spelers hebben. Hij vond het geweldig, stimulerend voor Dammen en wat niet al. Beter dan al die oudere spelers. Dus dat is geweldig. En kleine Jan Groenendijk speelt tegen Gunthes. Ja, ik ben wel trots op hoe Jan dat doet. Hij gaat aan kop. Het zijn spannende, volwaardige partijen. Of het nou wat sneller of wat langzamer gaat. En voor de toernooideelnemers is het denk ik ook heel leuk. Ze hebben soms moeite om achter hun eigen bord te blijven. En gaan snel kijken bij Valnergis en Groenendijk. Dus dat leidt een beetje af. Maar het lijkt me alleen maar positieve afleiding. En ik begreep dat ze vanmiddag gaan blitsen. Dan zullen toernooideelnemers nog meer moeite hebben, denk ik, om bij hun eigen partij te blijven. Omdat het natuurlijk ook wel een spektakel zal zijn. En iets anders is, dat ik wel benieuwd zou zijn wat jullie na afloop vinden van het format. We weten dat dat natuurlijk een groot discussiepunt is. Welk format doet recht aan het Dammen? Welk format doet recht aan de meest complete speler? Hoe doe je dat met de puntentelling? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand alleen maar wint als hij de snelste partijen kan winnen. Het is natuurlijk ook wel fijn dat hij de normale partijen kan winnen. Dus hoe krijg je dat in evenwicht? En jullie hebben gekozen voor een bepaald format. En ja, ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. Het is natuurlijk wel de toekomst. Ik denk dat het voor toeschouwers geweldig is als het soms ook wat sneller gaat. Maar het moet wel een evenwicht. Maar wat precies dat evenwicht is, in welk format dat gevonden wordt, dat is dan wel een uitdaging voor de damwereld. Maar hier staat in toernooi Nijmegen een prachtig experiment. En het lijkt me dat iedereen geweldig trots op kan zijn op Groenendijk van. Dus ze zitten er mooi bij in een hoekje en prachtige aanvulling op ons mooie toernooi. Johan, succes. Bedankt voor het interview. En ik spreek je. Oké. We'll be right back.